Bedweters zijn van alle tijden. Je ziet ze tegenwoordig in talkshows, op Twitter, in voetbalrubrieken en in de rap scene is er zelfs de beledigende versie, de diss track. In de tweede helft van de 17e eeuw was er in Amsterdam een groepje bedweters dat zich vooral richtte op het toneel. Ze hadden kritiek op bijna iedereen en ze begonnen zelfs toneelstukken van anderen te herschrijven. Kijk, dit is pas toneel. Maar erg succesvol, dat waren ze niet. Zeg je de Gouden Eeuw, dan zeg je toneel. En zeg je toneel, dan zeg je Joost van den Vondel. In 1653, op zijn 65e, werd hij door collega-dichters en schilders gekroond tot hoofd der poëten. Zeker na het overlijden van P.C. Hoofd was Vondel de belichaming van de Nederlandse renaissance-literatuur en gold hij als een maatschappelijk betrokken dichter. In 1655 schreef hij een groot gedicht op de inwijding van het Amsterdamse stadhuis. De bondgenoten en slandsvijanden die het zien, na doverdrift van mist en misverstanden, haat burgeren al een gunst en haten die haar haten. Zij eren ze als pilaar van 7 vrije staten en schatkist van den staat die zich verbonden houdt. Door eendracht machtiger dan staal en Indisch goud. Op toneelvlak schreef Vondel na zijn 65e nog flink wat toneelstukken. In 1640 had hij zich al tot het Rooms-Katholicisme bekeerd en dat zie je in deze stukken terugkomen. Het gaat voornamelijk over bijbelse personages. Samson, awake! The Philistines are upon you! Maar vanuit Calvinistische hoek kende Vondel steeds meer tegenwerking. Zo werd zijn toneelstuk Lucifer, dat zich afspeelt tussen de engelen, al na 2 opvoeringen van het toneel gehaald, ondanks dat deze druk bezocht waren. Het tonen van de hemel op het toneel, dat was volgens deze Calvinisten godslastering. Vondel schreef zijn werken met een dualiteitsprincipe, met personages die verstrikt raken tussen goed en kwaad. Of hij bouwde het verhaal op rondom een peripetije, een begrip uit de klassieke oudheid waarin de tragische held tot inzicht komt dat hij iets fouts heeft gedaan. Maar het Amsterdamse publiek kon deze psychologische insteek steeds minder waarderen en had een voorkeur voor toneel waarin iets te zien was. Het spektakeltheater. Een auteur die daar zijn handelsmerk van maakte was Jan Vos, met titels als Aran en Titus en Medea. Toneelstukken vol kunst en vliegwerken waarbij er vele doden vielen. In Aran en Titus verschijnen er geesten, worden er mensen opgegeten en aan het einde van het stuk ligt het toneel bezaaid met lijken. Een soort 300 avant la lettre, een kassucces. Het publiek smulde, maar zijn collega's waren de meningen verdeeld, wel of niet gevoed door afgunst. Het opvallende is dat Vos, in tegenstelling tot de meeste auteurs uit zijn tijd, geen klassieke opleiding had genoten. Hij was een glazenmaker met een voorliefde voor theater, die wel opklom tot regent van de Amsterdamse Schouwburg. Hij was dan ook de organisator van een flinke verbouwing in de Schouwburg, waarbij het toneel dieper werd gemaakt en er techniek werd aangebracht voor nog meer luchtspektakel. Zo kon Medea daadwerkelijk een van haar kinderen vermoorden door deze van grote hoogte ter pletter te laten vallen, om er vervolgens in een koets voortgetrokken door 2 draken ervan door te gaan. Ik zei het al, spektakel. Je begrijpt misschien dat ook Jan Vos, net als Vondel katholiek, wel wat weerstand ondervond vanuit Calvinistische hoek. Maar zijn stukken bleven mateloos populair en hadden niet zo'n hele religieuze lading. Daarnaast genoot hij het vertrouwen van rijke en belangrijke regentenfamilies zoals die van de burgemeester Huydecoper. De Amsterdamse Schouwburg was in de 17e eeuw het middelpunt van het theaterleven in de noordelijke Nederlanden. En omdat een deel van de opbrengst naar liefdadigheidsinstellingen ging, had het ook een maatschappelijke functie. Soms was er geklaag en gemoor, zeker vanuit Calvinistische hoek, waardoor stukken niet of pas later konden worden uitgevoerd. Maar andere omstandigheden, zoals verschillende pestepidemieën, zorgden ervoor dat de Schouwburg moest worden gesloten. Een dieptepunt was het rampjaar 1672, het jaar waarin de Republiek van verschillende kanten werd aangevallen. De Schouwburg ging voor onbepaalde tijd dicht. In de literatuur waren er inmiddels vanuit Frankrijk nieuwe opvattingen over kunst komen overwaaien. Het zogenaamde Frans klassicisme. In 1669 richtte in Amsterdam een groep van 15 literatuurliefhebbers het genootschap Nil Volentibus Arduum op. En wat betekent, voor wie wil is niets moeilijk. De bekendste leden waren Lodewijk Meijer en Andries Pels, die samen met hun genootschap het toneelleven wilden veranderen in navolging van enkele Franse schrijvers, zoals Pierre Corneille, die op zijn beurt weer de Griek Aristoteles als voorbeeld nam. In Frankrijk hadden deze ideeën het toneel een nieuwe impuls gegeven. De regels die het genootschap hanteerde waren als volgt. Een toneelstuk moest een eenheid van handeling hebben, oftewel binnen 24 uur, zoveel mogelijk op één plaats, en het moest een logische opeenvolging van gebeurtenissen hebben. Daarnaast moest het verhaal waarschijnlijk, dus geloofwaardig zijn, en de personages moesten beschaafde omgangsvormen hebben met helder taalgebruik. So yeah, I noticed you're doing class. I'm Jack Connors. Hi Jack, my name is Fred Johnson. Je snapt, de gruwelijkheden van Jan Vos die vallen hier niet onder. In het geschrift Gebruik en misbruik des toneels keurde Andries Pels, lid van het genootschap, de toneelstukken van Bredero, Vondel en Vos af. Vooral Vos was de pineut, want zijn Aran en Titus werd volledig afgekraakt. Nee, zeker. Al wie tucht en redelijkheid bemint of houdt van voeglijk en natuurlijk spreken, vindt zeer weinig smaak in zulk opsnijden en zulk razen. Dus de boodschap was geen bijbelse en geen mythologische gruwelijkheden meer. Van de oude dichters kon alleen Hoofd in de ogen van het genootschap nog wel met zijn tijd mee, alhoewel zijn werk ook zijn zwaktes had. Vanaf de oprichting hielden de leden lezingen die pas een eeuw later zouden worden gebundeld. Daarnaast ontwikkelden ze zich als bedweters die schouwburgstukken van levende schrijvers gingen herschrijven of in eigen woorden gingen verbeteren. De suggestie was natuurlijk dat met hun verbeterde versie het originele stuk de prullenbak in kon. Ze werden nogal cynisch de poëtische inquisitie genoemd, vernoemd naar de Spaanse inquisitie. In de versies van het genootschap werd elke deugd beloond en elke ondeugd werd bestraft. En vloeken mocht ook niet meer. Er moest keurig Nederlands worden gesproken op het toneel. Het genoegen is geheel aan mijn kant, mevrouw. Als een soort reclameleus stond op de titelpagina's van deze geüpdate versies nooit op de Amsterdamse Schouwburg vertoond, om het contrast aan te geven met de stukken die daar werden opgevoerd. Maar toen in 1677 de deuren van de Schouwburg eindelijk na 5 jaar weer opengingen, lukte het 3 leden van Nil Volentibus Arduum om in het nieuw bestuur te komen. Eindelijk konden ze zelf hun ideale theater in de Schouwburg laten zien en daarom gingen ze naast adaptaties ook eigen stukken schrijven, maar grote successen werden dat niet. Sterker nog, de zaal van de Schouwburg bleef behoorlijk leeg. Wake me when the show starts. It's already been on a while. Wake me when it's over. En dan sta je daar met je grote mond. En als in 1681 de 2 kopstukken Meijer en Pels kort na elkaar overlijden, dan betekent dat ook direct het einde van het genootschap. Door hun aanvallende en niet zo vriendelijke benadering van het literaire leven wordt Nil Volentibus Arduum niet altijd even positief beschreven. Alsof ze eigenhandig de successen van Jan Vos en Joost van den Vondel de das om hebben gedaan. Maar zo erg is het natuurlijk niet, want er spelen ook andere factoren een rol. Maar het Nederlandse toneel heeft zich aan het einde van de 17e eeuw wel definitief ontwikkeld richting de ideeën van het Frans klassicisme. De moralistische insteek is bijvoorbeeld terug te vinden bij nieuwe talenten vanaf 1682 zoals Thomas Asselijn, Peter Bernagier en enkele decennia later Pieter Langendijk. Het wederzijds huwelijksbedrog, het bekendste stuk van Pieter Langendijk dat hij in 1714 schreef, gaat over een edelman die laag bij de grond zit en een arme jonkvrouw die elkaar ontmoeten en beiden denken dat ze een rijke huwelijkskandidaat aan de haak hebben geslagen. Ze houden elkaar dus voor de gek, net als de andere personages in het toneelstuk. Eigenlijk doet iedereen zich beter voor dan die is. Het is een toneelstuk geschreven volgens vormvaste regels met keurig taalgebruik over iets wat gewone personages en waarbij de ondeugd wordt bestraft. En daarmee zijn we ver verwijderd geraakt van de psychologische insteek en de engelen van Vondel, van de platvloerse grappen van Bredero en misschien nog wel het verste van de moordlustige personages van Jan Vos.